Goedendag en welkom op Reef Vibes. Mijn naam is Angelique. Zometeen een nieuwe liefdesreading voor het teken van Waterman. Lieve Waterman, ik hoop dat het goed met je gaat. Kijk ook je maan, ascendant en je Venus teken na. Laat los als dat niet past. Kijk eventueel mijn andere readings die ik heb gemaakt. Ik heb mapjes gemaakt van elke maand. Misschien loop je op die tijdlijn. En laat los als het niet past. Hè. Maak het ook niet passend. Als je voor iemand anders kijkt, kan het ook zijn dat ik zijn of haar energie oppik. Wil je persoonlijke reading aanvragen, dan is het natuurlijk helemaal afgestemd op jouw energie. Ga dan naar www.reeftypestro.nl of neem contact op via mijn e-mail, staat onder in de beschrijving. En ja, ik wil natuurlijk iedereen bedanken voor de lieve berichten, de likes en de aanvragen. Ben je nog niet geabonneerd? Het is gratis en ik maak af en toe heb ik acties. Zo kan je een persoonlijke reading winnen. Dus wil je daar kans op maken, abonneer, like. En misschien onder in de comments een leuk berichtje. We gaan eens kijken, wat is jouw uitdaging? Oeps, de dood, transformatie. Dus het kan zijn dat je in een transformatie zit in je leven. Of dat er iets getransformeerd wordt, op weg naar beter. Maar dit kan wel pittig zijn, dus er is ergens een einde in of er komt ergens een einde aan, wat voor jou als een uitdaging kan voelen. Maar we gaan zo meteen verder vragen geven. Kijken zo. Verleden, heden, toekomst ga ik pakken, een advies. Eens kijken wat ik mag ontvangen. Let wel. Verleden, heden en toekomst kan ook andersom zijn. Ik heb hier de Justice en de Strength kaart en de Dood kaart. Drie van de grote ankaren. Wat ik al zei, je zit in een mega cycle. Of iemand anders. Waar je voor kijkt. Ik heb hier nog de drie van de Cups. Ik ga zo meteen de kaarten verklaren. Dus... ja, transformatie met de 10 van de zwaarden. Wauw. De koningin van zwaarden, jullie energie. Onderop de 5 van staven. De 5 van staven, woeps. Even kijken, want die ligt hier in kaart. Helemaal onder de tafel. Even kijken. Ik heb hier nog de 8 van staven en de Temperance kaart die eruit valt. En de 5 van staven, de 9 van staven. Wauw, en de 9 van zwaarden. Waar lig jij wakker van? Er is iets waar jij je vast aan hebt gehouden of vast aanhoudt. Wat jij mag gaan loslaten is wat ik zie. Er is ergens concurrentie, strijd of jaloezie in. Iemand houdt vast aan de situatie. Maar iemand zal op rustig vaarwater moeten komen, is wat ik voel. Wat ik al zei met de doodkaart, een transformatie is er gaande in je leven of bij de persoon voor wie het bedoeld is. Ik heb hier de Justice kaart en de Strength kaart. Justice staat voor balans, gerechtigheid. Kan ook voor jaloezie staan of voor zaken die met het gerecht te maken hebben. Kan zijn dat je kracht hebt gevonden of dat er iets is waarbij... je krachtig mag zijn. Ik heb hier de Temperance kaart en de doodkaart. Dus er komt ergens een einde aan. Of het is de bedoeling dat je wordt getransformeerd. Het kan zijn in het verleden of in het nu. Let wel, hè. Ik zeg verleden, heden, toekomst. Maar ik vind tijd altijd wel een dingetje. Want tijd bestaat eigenlijk niet. Dus pak echt wat voor tijdlijn voor jou van toepassing is. Er komt ergens gerechtigheid in. De waarheid wordt gesproken. Of dit nu goed of slecht is. Maar iemand vindt het kracht om eigenlijk... of heeft de kracht gevonden om voor zichzelf op te komen in een bepaalde situatie. Of het heeft, iets heeft je krachtiger gemaakt. Ik ga zo meteen verklaring vragen voor deze. In het nu zie ik hier de 3 van Cups en de 10 van Zwaarden. De 10 van Zwaarden en de 3 van Cups. De 3 van Cups staat voor samenkomen met vrienden. Een bijeenkomst, maar het kan ook zijn een third party. Het kan zijn dat je een third party achterlaat of dat iemand dat achterlaat, maar
iets wat niet meer dient, daar zit je middenin. Dus er zijn karmische delen in jouw leven geweest samen met de justice, want dat is een karmakaart, die niet meer dienen. Dus er is iets wat jij mag gaan loslaten. Iets wat voor jou pijn heeft gedaan en nog steeds doet, is wat ik zie. Want ik heb hier de doodkaart. En dood is natuurlijk wel altijd een transformatie wat niet zonder slag of stoot gaat. Samen met de justice kaart. Dus er is iets in je leven, speelt nu of is geweest, waarbij jij echt die burdens mag gaan loslaten. Ik zie hier communicatie, ik zie de temperance kaart en ik zie hier de zwaarden. De koningin van zwaarden. De koningin van zwaarden is een onafhankelijke, sterke vrouw. Zij weet wat ze wil, accepteert geen bullshit. Wil de waarheid en anders niets. Ze kan wat koeltjes overkomen, maar dat komt omdat er gewoon heel veel is gebeurd in haar leven of zijn leven. Let wel, het is energie, dus het hoeft niet per se vrouw of man te zijn. Ze proberen het wat neutraal te houden, maar er is ergens conflict in jouw hoofd. Of er speelt conflict. Mensen staan niet met de gezichten naar elkaar toe. En daarbij houdt iemand vast aan iets wat conflict gaf of geeft. En iemand ligt daar wakker van. Iemand probeert op rustig vaarwater te komen, maar vindt het soms spannend. Iemand is een emotionele strijder, is wat ik zie. Ja, de tien van zwaarden hier ook onderop. Ik ga eens kijken, wat mag ik weten over die doodkaart, die transformatie? Woeps, de 7 van Pentakels. De 7 van Pentakels staat voor groei. Iets wat in het verleden is gezaaid tot uiting brengen. Dus je hebt waarschijnlijk lang gewacht of je bent bezig om iets te transformeren. Je wacht eigenlijk op de vruchten. Dus er is een dood geweest of een einde aan iets. En je bent misschien soms een beetje ongeduldig wanneer die zaadjes, wanneer je die kan plukken. Wat mag ik nog meer weten over die doodkaart die hier ligt? Ja, weer de 3 van cups. Wauw. Het kan zijn dat je hulp mag vinden of dat het voor jou soms lastig is om hulp te aanvaarden. Maar het kan ook zijn dat je vrij van angsten mag zijn en de cycles in jouw leven op vrije beloop mag laten. En dat houdt in dat jij dus dat de natuur of het proces loopt zoals het loopt. Dus jij loopt eigenlijk weer naar die 3 van cups. Dus dat kan betekenen dat jij gewoon mag gaan vieren. Dat je mag gaan vieren dat je er mag zijn, is wat ik voel. Ook al voel je soms teleurgesteld, ook al heb je veel energie in iets gestoken wat misschien niet meer werkte en dat vind je lastig. Met de 3 van pentakels bij de justice card, ja, een contract. Dus er komt ergens gerechtigheid in een contract of in een soort van situatie waar jij aan vast hebt gezeten. Met de 6 van staven. De 6 van staven is victory. Dus er komt ergens victory in. Ja, en de doodkaart nadat er iets is getransformeerd. En dat kan voor jou echt wel een uitdaging zijn. Dus er heerst iets van iets waar jij een verbintenis in hebt. Of een connectie in hebt. Of het nu op werkgebied financieel is of iets anders. Maar ergens ga jij victory in vinden. Op weg en ik zie hier 2 keer dat paard. En dat is wel mooi. Want je ziet hier deze persoon leidt naar de dood. Of eigenlijk anders, ja. Leidt naar de dood, maar wel een transformatie. Dus naar die victory, naar dat gerechtigheid, vindt er heel veel transformatie plaats. Waaruit je kracht kan gaan halen, is wat ik zie. Wat mag ik nog meer weten over die krachtkaart? Ja, wauw, ik heb hier een koppel. De waarheid komt naar boven. Iemand gaat de waarheid spreken of je krijgt iemand op je pad die de waarheid gaat spreken. Dit is luchtenergie, dus dit is echt denkend. Dit is iemand die analytisch heel goed en sterk zijn woorden kan uitspreken. Denkt soms meer dan zijn hoofd en misschien moet je dat in bepaalde situaties ook gaan doen. Het kan ook zijn dat je hulp krijgt, dat iemand je gaat helpen en eerlijk en oprecht tegen je gaat zijn. Maar wat mag ik weten over die 3 van cups die hier ligt 2 keer? De zonkaart, wauw. Ja, wat ik hierbij voel is dat na die gerechtigheid dat je ook echt mag gaan vieren. Dus je mag, wat ik al zei, vrij van angsten zijn. Wish fulfillment, hetgeen wat jij graag wilt manifesteren of wat jij voelt, komt ook op je pad. En het kan zijn dat jij door vrienden
weer personen gaat ontmoeten. Of dat er iemand op je pad komt. Waarbij jij gewoon heel veel plezier kan gaan maken. En dat kan ook met vriendschap te maken hebben. Zoek dat ook op. Dus vrienden kunnen je in deze ook echt helpen. Wat mag ik nog meer weten over de 3 van cups? Samen met de zon. Dat zijn de 2. De koningin van pentakels en de hoge priesteres. Wauw. Kan zijn dat je spiritueel bent. Of dat je spirituele onderzoek mag gaan doen. Of dat je mensen opzoekt om antwoorden te krijgen. Er kunnen bepaalde dingen geheim zijn. Maar ik heb het gevoel dat je wel soms weet wat het is. Alleen je kan er geen vinger op leggen. Wat ik ook zie is de koningin van pentakels. En de koningin van pentakels is een nurturing vrouw. Is iemand die zorgt. Die is geduldig. Is financieel oké. En wat ik hier ook zie, dat je dat ook mag gaan doen. Dus je mag op financieel vlak je ook goed voelen. Het kan zijn dat vrienden je daarbij kunnen helpen. En daarbij ook meer naar je intuïtie mag gaan luisteren. Misschien is er iemand, misschien heb jij ook aarde in je energie. Stier, steen op maagd. Wat mag ik nog meer weten over die 10 van zwaarden? Dus karmische delen loslaten op weg naar eigenlijk naar geluk, naar een nieuw begin, naar helderheid. Wat mag ik weten? Oude karmische delen, dus de trail. Niet eerlijk behandeld zijn. Je in de rug gestoken hebt gevoeld. Ik heb hier, ja, zie. Wauw. De ridder van zwaarden. De ridder van zwaarden kan voor chaotische tijd zorgen. Dus het kan zijn dat je soms veel te veel in je hoofd zit over een connectie of over iets wat jou heel erg pijn heeft gedaan. Dit zegt spirit, je moet die onrustigheid in je hoofd of met een persoon, want het kan ook een persoon betekenen, loslaten. Want het dient niet meer. Iets dient niet meer. Je houdt je aan iets vast en dat zag ik hier. Conflict in je hoofd. Je bent emotioneel gewond geraakt over een connectie. Je ligt daar soms wakker van. Misschien dat je soms denkt van, heb ik misschien dingen anders kunnen doen? Heb ik misschien zus of zo niet goed gedaan? Nee, spirit zegt eigenlijk, laat dat los. Kijk, weer communicatie. Dus er kan communicatie aankomen met ook nog een luchtpersoon. Of iemand gaat eerlijk en helder communiceren naar je. Wat betekent die communicatie? Oeps, nieuwe cycle. Ja, iets wordt afgesloten en een nieuwe cycle. Wauw. Met een ridder van staven heb ik hier nog. Ik ga hem even wel terug doen. Dus er komt een nieuwe cycle aan nadat jij eerlijk en helder gaat communiceren. Daarna valt alles op zijn plek. De karma wiel gaat weer vooruit, zodat jij oude karma delen die hier ook ligt, die doodkaart die hier 2 keer ligt. Ja, jij zit echt wel in een heftige situatie. In je leven is wat ik zie. Maar ik zie aan jouw kant dat jij alleen nog maar eerlijke, heldere communicatie wilt. En zodra je dat ook gaat doen, of iemand anders gaat dat bij je doen, of er komt communicatie aan, dat alles op één lijn valt en dat je ook weer verder kunt. Dat je kan reizen of dat er iets komt weer met communicatie, of dat je je bevrijd voelt en daarmee ook iets op je pad krijgt wat jou verder gaat helpen. Wat mag ik nog meer weten over die communicatiekaart? Ja, de 4 van staven. De 4 van staven is een bijeenkomst, is een 11-11 kaart. Is na een lastige periode eigenlijk weer het geluk vieren. Oeps, en een maan, ja. Dus er kan communicatie komen over een connectie. Het kan zijn dat iemand onzeker is of dat er over onzekerheden wordt gesproken met een lovers kaart. Ja, ik wou de 11-11 zeggen. En de 11-11 kaart staat soms voor, wordt tegenwoordig gezegd. Want dat is niet altijd zo geweest. Maar tegenwoordig wordt de 4 kaart 11-11 gezien als de twin flame. En hier heb ik de twin flame kaart. Wat ik voel is dat de communicatie aankomt met een spirituele connectie. Iemand gaat zich openen, iemand gaat keuzes maken, iemand gaat zijn of haar onzekerheden uitspreken, is wat ik zie. Over een connectie of over een huwelijk, over iets, over een huwelijk of stabiliteit. Misschien dat iemand stabiliteit wil en een nieuw begin. Iemand gaat communiceren dat iemand heel lang onzeker is geweest over deze connectie. Niet goed wist welke keuze hij of zij moest maken. En daarbij eigenlijk is zijn schuld is gekropen, is wat ik voel. Wat mag ik nog weten over de Temperance? De Temperance is geduld, balans vinden.
kan ook met reiki te maken hebben of spirituele lessen, ja. Iemand moet een balans vinden, over balans gesproken te hebben. Iemand loopt emotioneel weg. Dus iemand gaat, wat ik hierbij voel, ja, en weer de Justice kaart. Iemand heeft in een connectie gezeten naar een stilstand of na iets waarbij iemand meer heeft gegeven dan de persoon. Iemand gaat emotioneel weglopen of is emotioneel weggelopen en daarbij komt de Justice kaart weer tevoorschijn. Iemand gaat waarschijnlijk vertellen, de waarheid vertellen, een balans opmaken met de zes van munten. Kan financieel zijn, maar het kan ook wat ik hier eigenlijk voel over emoties zijn of financiële zekerheden of onzekerheden. Het kan zijn dat iemand financieel niet heel zeker was. Maar iemand loopt wel emotioneel weg naar eigenlijk deze connectie, is wat ik zie. Waar veel strijd in is geweest met de aas van pentakels en de drie van staven. Dus iemand heeft gekozen om een pad te kiezen, transformatie aan te gaan. Zijn of haar geluk te zien, want ik zie hier die zon schijnen met die temperance en ik zie hier de tien van staven. Even pakken nog. En wat ik hier eigenlijk bij voel, dat eigenlijk achter die horizon die hier zit, je wordt beschermd of de persoon wordt beschermd met een loverskaart. Want ik zie hier die vleugels en die zie ik hier ook. Dus er is iemand die pijn mag gaan loslaten, zodat er ook een balans komt. Zodat er weer zodat de onzekerheden ook weg worden genomen, zodat er een nieuw begin, stabiliteit en liefde. Een nieuw begin in de liefde en op stabiliteit, een nieuw plan. Spirit heeft eigenlijk een nieuw plan, mits iemand wel een balans. Maar ik voel dat iemand onzekerheid los gaat laten en daarover gaat communiceren, zodat alles in één lijn komt en er een completion en een nieuwe cycle wordt gestart. Zo, ik ga eens kijken wat ik voor advies mag ontvangen. Ja, de duivel. Toxiciteit, gedachten, loslaten. Wat ik al zag onderop. Iemand die vast zat in een commitment, losbreken daarvan, op avontuur gaan, actie ondernemen, kan te maken hebben dat er iemand in je leven was of is waar jij afstand van mag doen. Kijk, en daar heb je hem weer, de drie van staven. Iemand gaat iets loslaten, avontuur, toxiciteit of iets anders. Iemand gaat kiezen voor deze connectie, dus dat kan jij zijn, maar ook de persoon. Dus dat advies is eigenlijk om niet toxiciteit op te zoeken, niet alleen op avontuur te gaan, maar eigenlijk te kiezen voor stabiliteit en een nieuw begin met een persoon. Ja, emotioneel ergens vandaan lopen, kijk. Hartpijn los te breken. Je niet getreurd voelen. Duidelijk communiceren en niet op een kinderlijke manier. Iemand houdt jou in de gaten of jij bent degene die iemand in de gaten houdt. Maar in ieder geval kan dat jullie beiden in zo'n soort situatie zitten. Iemand gaat helder communiceren. Het kan soms wat stekend zijn. Het is misschien niet leuk om te horen. Of jij bent degene die dingen gaat vertellen die misschien de ander pijn doen. Of andersom. Maar daarbij kan iemand wel de keuze maken om ergens emotioneel vandaan te lopen. Dus iemand moet er ergens emotioneel vandaan lopen, of moet, mag, op weg naar geluk. Het zal misschien niet heel snel gaan, maar het is wel een stabiele en betrouwbare aanbieding, is wat ik zie. En ja, de helderheidkaart. Iemand gaat volwassen emotioneel reageren. Gaat waarschijnlijk ook vertellen dat de persoon of jij elkaar steeds in de gaten hebben gehouden. Dus eigenlijk nooit van elkaar verwijderd zijn, is wat ik zie. Ik ga nog één kaart pakken. Ja, zie. Iemand gaat communiceren. Iemand gaat knopen doorhakken. Helder communiceren over gevoel of verstand. Of over hetgeen hoe iemand zich in al die tijd heeft gevoeld. Ja, weer met de aas van pentakels. Wauw. Iemand gaat communiceren over een nieuw begin. Iemand wil iets aanbieden. Iemand wil helderheid. Iemand wil stabiliteit creëren. Is wat ik zie met het team van pentakels. Stabiliteit, familie, noem het maar. Na een tijd van onzeker zijn. Ja, independentie, onafhankelijkheid. Dit is wat ik voor je heb, lieve waterman. Mocht het resoneren, laat het me weten. Abonneer, like en deel. Onder in de comments misschien een berichtje als je dat leuk vindt. Vind ik altijd leuk om te lezen.
Ja, wil je persoonlijke reading aanvragen? Ga dan naar www.revivestro.nl of naar mijn e-mail. Staat onder in de beschrijving. Abonneren is kosteloos. Druk daarbij gelijk op het belletje, zo mis je geen reading. En ik hoop je snel weer te zien. Doeg!